Het aantal auto-inbraken in Schiedam neemt in rap tempo toe. De politie constateert de afgelopen weken een grote toename van het aantal meldingen van auto-inbraken. In verschillende wijken in de stad is het aan de lopende band raak. Met name in de wijk Nieuwland en West, het grootste gedeelte in Nieuwland. Waarbij een onverlaat of misschien meerdere ruitjes eruit tikken en waardevolle spullen uit de auto's halen. Over hoeveel inbraken gaat het dan? Ja, ik ben niet 100% precies, maar toch wel gauw een stuk of 40 in de afgelopen maand. Okay. Ja. En dat is echt behoorlijk veel? Dat is een aardige hoeveelheid, ja, 40. Kijk, een aantal is, dat noemen we wel eens toelaatbaar. Hè? Ik bedoel, dat heb je altijd. Maar op het moment als het in de tientallen gaat lopen, dan moeten we ons toch wel een beetje zorgen gaan maken. Hoe verklaar je dat er zoveel inbraken zijn op dit moment? Nou ja, dat heeft te maken in eerste instantie met de spullen die in de auto's blijven liggen. Hè? Een hoop mensen die op vakantie gaan, terugkomen en waardevolle spullen laten liggen. Zoals telefoon, opladers, laptops, tablets, dat soort zaken. De zaken die makkelijk uit een auto te halen zijn en ook makkelijk te verkopen. Nou, dat zie je dus nu ook gebeuren. En ten tweede, je moet het maar net even pech hebben dat je een inbreker heeft die heel erg actief is in een bepaalde wijk. En die de kans en de gelegenheid krijgt om al die ruitjes eruit te tikken. Alex hoopt dat er zoveel mogelijk mensen zullen zijn die zich melden bij het zien van een verdachte situatie. Verdachte mensen, cameraopnames, om daarmee naar de politie te gaan. Het zijn naar de wijkagent. Of even 0900 8844 te bellen en dan die informatie door te geven. Kan natuurlijk ook zo zijn, hè? Want er zijn verschillende soorten inbrekers. Je hebt voelers die aan alle auto's voelen en dan bij een open auto de spullen eruit halen. Nou ja, en dan dit soort gasten die de ruiten eruit slaan en een hoop schade veroorzaken. Op het moment dat je dat ziet, bel direct 112, want dat is een hoge prioriteit en dan komen we direct. Het is gaande, dus hou je oren en ogen open en als je informatie hebt, kom daar dan ook mee.